goed dat jullie in zo'n groot aantal hier zijn gekomen. De avond gaat over stamceltransplantatie. En aan de hand van een patiënt, een verhaal, willen we u meenemen in de wereld van de stamceltransplantatie. Het gaat dan om een leukemiepatiënt die uiteindelijk een stamceltransplantatie moet ondergaan. En aan de hand van die patiënt hopen we een aantal relevante items te sprake te brengen die van belang zijn in het transplantatietraject. We moeten de ziekte onder controle brengen, we moeten een donor zoeken, we moeten transplanteren, we moeten voorbereiding voor transplantatie en het beloop na de transplantatie. En hopelijk hebt u aan het eind van de avond zicht op wat wij zoal doen. En wat een patiënt zoal ondergaat die dit soort intensieve behandelingen moet ondergaan. Nou, hoe zit dat met stamcellen? We hebben bloedvormende stamcellen en die zitten in ons beenmerg. In de holten van het beenmerg zitten de stamcellen. En die stamcellen die zitten daar met allerlei voorlopers en uiteindelijk leveren die cellen af in de bloedbaan. En dat zijn witte bloedcellen, rode bloedcellen en bloedplaatjes. En de functie van die cellen, de witte bloedcellen zorgen voor de afweer, de rode bloedcellen voor het zuurstoftransport en de bloedplaatjes die zorgen voor de stolling. En dit is een heel actief systeem, dus een van de actiefste celdelende systemen die we in ons lichaam hebben. En per seconde worden er miljarden cellen geproduceerd door dit systeem. En je kunt je voorstellen dat op een gegeven moment iets mis kan gaan met dit systeem. Nou, eigenlijk als je kijkt hoe intensief het systeem is, is het verbazingwekkend hoe weinig het misgaat. Als je onder de microscoop kijkt naar de cellen in het merg, in het beenmerg, dan kun je een heel bont palet zien aan cellen. En hier zitten allerlei voorlopers van de cellen die op een gegeven moment naar het bloed gaan om daar hun functie uit te oefenen. En soms gaat dat mis. En wat je dan kunt zien is dat de heterogeniteit, dus het bonte palet, wordt een heel homogeen palet. Dus dit is nog één soort celtype die er nog zit. De blasten, de leukemieblasten. Dus dit is het beenmerg van een patiënt met een acute leukemie. En als een patiënt dat heeft, dan kunnen die cellen, die blasten, die kunnen niet meer doorrijpen. Die kunnen zich niet meer uitrijpen in rijpe, functionele cellen. En u moet zich voorstellen dat in dit normale merg, daar zitten ook blasten in. Maar 1 of 2%. Heel weinig frequent. En als die de overhand nemen, dan spreken we van een acute leukemie. Nou, als dit plaatsvindt, dan kun je je voorstellen dat de normale uitrijping verstoord is. En dat er dus... Dat mensen bloedarmoede ontwikkelen, dat mensen infecties krijgen, dat mensen bloedingen krijgen, omdat de rijpe bloedcellen niet meer in het bloed zitten. Het verhaal begint met een 63-jarige man die zich presenteert met acute myeloïde leukemie. Ik ga niet op alle details in hoe die patiënt zich presenteert. Maar dat is een 63-jarige man en die heeft in het verleden een hartinfarct gehad, heeft suikerziekte, rookt. En heeft bij presentatie op de eerste hulp kortademigheid, bij een longontsteking, bij te weinig goede afweercellen. En dit is een verhaal zoals we dat in de praktijk vaak tegenkomen. Er wordt bloedonderzoek gedaan op de eerste hulp, via CERTE, als een patiënt via de huisarts wordt ingestuurd. En deze man heeft een bloedarmoede. Het HB, het hemoglobinegehalte, is 5,2. En de normaalwaardes staan erachter. Dus normaal is dat tussen de 8,5 en 11. Deze man heeft relatief veel witte bloedcellen, 65. En normaal is dat tussen de 4 en de 10. Patiënten die zich met leukemie presenteren, kunnen zich ook presenteren met juist hele lage bloedwaardes. Het kan alle kanten op, wat betreft de witte bloedcellen. En deze man heeft ook een fors tekort aan bloedplaatjes. En eigenlijk kun je zien dat alle drie de belangrijke lijnen, van de celtypes die we vinden in het perifere bloed, dat eigenlijk alle drie de lijnen zijn aangedaan. Er wordt allerlei aanvullend onderzoek gedaan, een BMG-onderzoek met aanvullende onderzoekingen van de blasten. En vervolgens wordt die leukemie in kaart gebracht. En het blijkt een acute myeloïde leukemie te zijn. En op basis van aanvullend onderzoek is dit een hoog risico acute leukemie. En dat hoog risico dat hangt samen met bepaalde moleculaire afwijkingen en chromosoomafwijkingen in de blasten. Maar dat gaat voorbij aan dit praatje. De patiënt is fit genoeg voor intensieve behandeling, dat is belangrijk. En op het moment dat de patiënt binnen is, we hebben de diagnose gesteld, we hebben de risico's overwogen, wordt natuurlijk gesproken van, wat gaan we doen? Gaan we behandelen? Kunnen we behandelen? En uiteindelijk kiest de patiënt voor een intensieve behandeling. De behandeling van acute leukemie bestaat uit intensieve chemotherapie, zoals bij deze patiënt, en soms ook tegenwoordig uit veel mildere behandelingen.
azacitidine of D-citabine zijn wat laag gedoseerde chemotherapie, waarbij we ook de leukemie onder controle kunnen krijgen. Genezing bij de behandeling van acute leukemie is vaak het doel, is niet altijd realiseerbaar. En eigenlijk heb je daarvoor altijd een allogene stamceltransplantatie nodig. De meeste mensen een allogene, sommigen een autologe stamceltransplantatie. En Marco de Groot zal zo uitleggen wat het verschil is tussen zo'n allogene en een autologe hematopoëtische stamceltransplantatie. Maar om een patiënt met acute leukemie te genezen van zijn ziekte, heb je een transplantatie nodig. Van het ene type of van het andere type. Onze patiënt die komt in aanmerking, is de vraag of die in aanmerking komt voor een autologe of voor een allogene stamceltransplantatie. Daarbij moet opgemerkt worden dat op het moment dat zo'n transplantatietraject begint, dat heel veel mensen daarbij betrokken zijn. Mensen vanuit het laboratorium, mensen, verpleegkundigen, transplantatieconsulenten, matches, Leiden, een centrum wat de donoren coördineert. Dus transplanteren is teamwerk. Dat is denk ik goed om dat hier te benadrukken. En er zijn vele disciplines bij betrokken. Marco de Groot zal u verder uitleggen hoe het verder loopt nu met deze patiënt. Ja, goedenavond. Ik neem u mee in de wereld van de transplantaties. We hebben, zoals al gezegd, zijn er grofweg twee typen transplantaties. Transplantatie van cellen die bij de patiënt zelf worden weggenomen, de zogenaamde autologe stamceltransplantatie, of stamcellen die we krijgen van een donor. Dat kan zijn een broer of een zus, een onverwante donor uit de Wereldbank, daar komt Laura zo op terug. Dat kan van navelstrengbloed bijvoorbeeld zijn, koortblad. En tegenwoordig kunnen we ook transplanteren van kinderen, wat voorheen niet goed ging. Dat zal ik later wel uitleggen. Wat er gebeurt als je een autologe stamceltransplantatie wil verrichten, dan heb je natuurlijk stamcellen nodig. Vroeger ging dat lastig, want die stamcellen zijn met name bevinden zich in het B-merg en niet in het gewone bloed. Dus vroeger moest je dan B-merg oogsten op de operatiekamer. Dan was je 1,5 uur mee bezig met z'n tweeën en dan had je voldoende B-merg en dus ook stamcellen geoogst. Er ontstond op een gegeven moment een techniek waarbij we met groeifactoren, die gebruiken we tegenwoordig, spuitjes die we geven onder de huid, waarbij we de stamcellen vanuit het B-merg in het bloed weten te jagen, te verplaatsen en ze dan via een soort machine, apherese noemen we dat, kunnen oogsten. Die vriezen we dan in en die kunnen we dan later teruggeven. Dat is autoloog. Het is natuurlijk wel noodzakelijk dat ze voldoende in het bloed komen. Dat gebeurt bij de meeste gevallen wel, bij zo'n 5% lukt dat niet. En dan moeten we toch alsnog het op de klassieke manier met B-merghoosting doen. En wat is dan de gedachte dat we dan de acute leukemie kunnen genezen met zo'n transplantatie van jezelf? Nou, de gedachte is, we hebben de leukemie al zo goed teruggedrongen dat er alleen nog maar een paar cellen, resterende cellen, over zijn gebleven in het B-merg, leukemiecellenblasten. Die hebben we niet goed weg kunnen krijgen met de hoge dosis chemotherapie in de fase daarvoor. En met die autologe stamceltransplantatie zijn we in staat zo'n hoge dosis chemotherapie of bestraling te geven, dat we daarmee het hele B-merg qua cellen vernietigen. Dus ook de laatste kwaadaardige cellen. Dan overleven natuurlijk de goede stamcellen het ook niet. En dat zou betekenen als je niks meer zou geven dat een patiënt nooit meer bloedcellen zou maken. En dan kom je daarna terug met de stamcel die je ingevroren hebt, die geef je terug. En dat duurt ongeveer een week of twee. En na twee, drie weken, zijn er weer voldoende cellen gemaakt. En is een patiënt wat wij noemen gerepopuleerd. Zijn de cellen weer normaal in bloed. Bij deze vorm van behandeling ben je dus afhankelijk van je genezing alleen van de hoge dosis chemotherapie of bestraling. Dat is de finishing touch. U zult zien wat het verschil dan is met allogene transplantatie, waarom dat een potentere behandeling is. Met wat beduidend meer risico's, daar kom ik op terug. Dit heb ik al wel genoemd. Dus het werkt alleen als die acute leukemie, als die resterende cellen, echt goed gevoelig zijn voor een hoge dosis. Dat is maar ongeveer zo'n 20% van de acute leukemie. En daarbij kunnen we volstaan met een transplantatie van eigen stamcellen van de patiënt zelf.
voorbeelden ervan. We doen het bij de ziekte van Hodgkin. Dat kunnen we genezen. Non-Hodgkin als het terugkomt. Dus 20% van de AML grofweg. Met multiple myeloom gebruiken we deze techniek. En dat doen we dan, wat ik zeg, B-merg-oogsting tot 1995 op de klassieke manier. En na 1995 eigenlijk het oogsten van stamcellen uit het gewone bloed. Dus dat gaat aan een soort apheresemachine noemen we dat. Meestal in de armen. En dan ligt een patiënt een aantal uren aan zo'n machine. 1 of meerdere dagen. En dan hebben we voldoende stamcellen geoogst. Die worden ingevroren. En na een week of 3 geven die terug nadat de hoge dosis is gegeven. Als we stamcellen oogsten, dan komt het in een zakje dat is ongeveer rechts weergegeven. B-merg oogst in links. Het is eigenlijk een vrij simpele procedure teruggave. Het gaat gewoon via een soort infuus. Dus dat zijn geen ingewikkelde procedures. Dus een samenvatting van de autologe stamceltransplantatie is, dat zien we hier. Je hebt een patiënt, ik probeer de pointer te gebruiken. Ja. Dus een patiënt met kwaadaardige cellen aan boord, de tumorcellen, die heb je echt heel goed teruggebracht. Er zijn er nog een paar over, waarvan je mag aannemen in de meerderheid van de gevallen dat je die kan doden met een hele hoge dosis chemotherapie of bestraling. Die laatste cellen dood je, maar daarmee dood je ook alle andere cellen in het BMR. Je komt terug met de stamcellen die je geoogst hebt, die plaats je terug en na een week of 2, 3 heeft de patiënt weer voldoende cellen om het ziekenhuis te kunnen verlaten als er geen complicaties optreden. Want ook hierbij kunnen complicaties optreden, infecties met name in een periode dat je geen afweercellen hebt, gedurende 2 tot 3 weken. Dan komt hij nou in aanmerking voor een autologe of een allogene stamceltransplantatie. Wat ik al aangaf, deze patiënt heeft een hoog risico acute leukemie. En daar zijn we niet in staat om met een hoge dosis alleen de ziekte te genezen. We hebben een ander mechanisme nodig om die laatste cellen op te ruimen. Het zal deels meewerken in hoge dosis, maar niet helemaal. Dus een allogene stamceltransplantatie. Je moet zich voorstellen, dit is de situatie van de patiënt voordat we starten met chemotherapie. Dat is de diagnose acute leukemie is hier gesteld. Je geeft 2 tot 3 kuren en je ziet een behoorlijke daling. Soms hier genezing, als je dat laat volgen door een allogene stamceltransplantatie. En soms helaas komt die ziekte weer terug, ook met allogene stamceltransplantatie. En we kunnen dus op verschillende niveaus meten. We kunnen gewoon in het B-merg kijken en we kunnen met speciale technieken wat meer in de diepte kijken. Daar kom ik later op terug. Dat is van belang voor de keuze van de therapie na de transplantatie ook met name. Verwantschap. We kunnen transplanteren van een verwante donor. Vroeger alleen de broer of de zus. Een niet-verwante donor. Die komt uit de Wereldbank. Laura komt er zo. En we kunnen het indelen op de intensiteit. Wat is een myeloablatieve voorbehandeling? Dat wil zeggen, je geeft de ontvanger, de patiënt, geef je zo'n hoge dosis, gelijk als aan een autologe transplantatie, dat je daarmee zoveel mogelijk cellen doodt, ook al zoveel mogelijk acute leukemie, cellen die achter zijn gebleven. En daarna kom je terug, niet met de eigen stamcellen, maar met de stamcellen, inclusief afweercellen, dat is belangrijk, van de donor. Ik zal zo uitleggen wat het verschil is. Die hoge dosis, die geeft veel schade. Dus patiënten boven de 65 kunnen zo'n hoge dosis, 60, 65, niet goed verdragen. De organen die kunnen daar niet goed tegen. En je zal daardoor te veel patiënten verliezen aan complicaties van de behandeling. Dus vroeger ging het zo, boven de 55 geen transplantatie meer. Tegenwoordig transplanteren we op een andere manier, bij de oudere patiënt, en kunnen we een dosis geven die wat minder is. Dan geven we ook nog wat chemotherapie voor de transplantatie om cellen te doden. Of, en dat is niet myeloablatief, dan geven we helemaal geen hoge dosis chemotherapie. Wat houdt dit laatste in? Je moet zich voorstellen, als ik cellen ga geven van een donor, een transplantaat, dan zal hetzelfde gebeuren als dat ik bijvoorbeeld een nier of een longtransplantatie zou verrichten. Wat zal de ontvanger doen? Die zal het transplantaat afstoten. Die zal zeggen, ja, dat zijn niet mijn eigen cellen. Dus wil ik het transplantaat bij de ontvanger
laten bestaan en uitgroeien, dan moet ik het immuunsysteem van de ontvanger onderdrukken. Anders wordt het afgestoten. Als ik ze een hoge dosis geef, dan wordt het goed onderdrukt. Maar ik kan ook een hele lage dosis geven, dus een behandeling die niks op de leukemie zelf doet, maar alleen maar het immuunsysteem van de ontvanger, van de patiënt onderdrukt, zodat de stamcellen van de donor kunnen huisvesten. Dan genees je dus niet bij een transplantatie door een hoge dosis chemotherapie, maar je geneest door het afweersysteem van de donor die je in het lichaam brengt. En dat is het verhaal, die gaat als een soort Pac-Man, gaat hij de laatste cellen opeten. Die zegt, want die donorcellen en afweercellen zeggen, hey, dit hoort niet bij mij. Alles wat ik tegenkom in het BMR, dat moet ik aanvallen. He, dus die... Ik heb de volgende dia, dan leg ik het even uit. Dus bij de hoge dosis hebben we tot 60 jaar kunnen we op twee manieren die patiënt genezen. Dat is enerzijds het directe effect van de hoge dosis chemotherapie, waardoor ik zoveel mogelijk leukemiecellen dood. Maar ik heb ook natuurlijk het immuuneffect, want ik geef ook afweercellen van de donor mee. Dus ik heb twee mechanismen. Bij de oudere patiënt, als ik een lage dosis geef, dan genees ik alleen maar door de afweercellen. Dus in feite is een allogene stamceltransplantatie, een transplantatie van een ander, bij de oudere patiënt eigenlijk gewoon immuuntherapie. En dus die hele behandeling rond die transplantatie die is veel lichter dan die zware kuur die hij of zij heeft gehad om die leukemie terug te dringen als je, als je het intensief behandeld hebt. Het is een ingewikkeld plaatje, dat probeer ik rustig uit te leggen. Dit is een plaatje van een myeloablatieve voorbereiding. Dus wat je doet, is je geeft gedurende een aantal dagen, voordat je de stamcellen van de donor gaat geven met afweercellen, geef je ofwel bijvoorbeeld 3 dagen een hoge dosis bestraling, of je geeft een combinatie van een hoge dosis chemotherapie. De cellen in het BMR gaan daardoor direct allemaal dood, dus de stamcellen. Dus er worden geen bloedcellen meer aangemaakt door de ontvanger, door de patiënt. Dus de eigen cellen die leven maar een korte tijd, wisselen. De rode cellen leven 100 dagen bijvoorbeeld. Dus die eigen cellen die gaan met een natuurlijk verloop dood. En de donorstamcellen die in het BMR zijn weg hebben gevonden, die gaan uitgroeien en die gaan op een gegeven moment zorgen voor herstel van het bloedbeeld. Dus bij een allogene stamceltransplantatie, dus van een ander, bij iemand die onder de 60 jaar jong is, die ik een hoge dosis heb gegeven, als de bloedcellen beginnen te stijgen, vanaf dag 14, dag 20, dan weet ik zeker dat het cellen zullen zijn van de donor. Want alle cellen van de ontvanger heb ik gedood, de stamcellen, die kunnen niks meer maken. Dus dan weet ik dat de transplantatie is aangeslagen. De cellen komen hoog, is zijn van de donor. De situatie is anders wanneer ik een lage dosis geef. Want dan geef ik dus, zoals gezegd, alleen maar immuuntherapie. Die patiënt is op dag 0 is 100% zichzelf, maar die stamcellen heb ik niet gedood. Dus die blijven gewoon produceren, eigen cellen. Tegelijkertijd, omdat ik het immuunsysteem heb onderdrukt van die ontvanger, gaat de donor zich ook vermenigvuldigen, die stamcellen. En ontstaat er een gevecht tussen de donor in het lichaam en ontvanger. Dus afweercellen. Dus zo'n patiënt moet in de loop van de tijd naar 0% gaan qua bijdrage, qua cellen. En die donor moet het helemaal gaan overnemen. Dus als ik na bijvoorbeeld een maand zie dat de getallen, die altijd een beetje zakken, weer omhoog komen, weet ik niet of het cellen zijn van de donor of cellen van de patiënt die gewoon herstellen. En dan zal Laura zoiets over gaan vertellen. Dus als we pech hebben, stijgt de donor heel even en wordt hij daarna gewoon vernietigd door de ontvanger. Omdat het immuunsysteem van de ontvanger te sterk is. En dan spreken we van graft failure, transplantaat falen. Hebben we wel een truc op om tweede keer te transplanteren en dergelijke. Maar hierbij ben je dus helemaal afhankelijk van het immuunsysteem. Van de donor om de laatste leukemiecellen op te ruimen. Heb ik hier een plaatje. Dus dit is dus de hoge dosis bij de jonge tot 60 jaar patiënt. Dit is de behandeling. Je hebt nog een paar resterende leukemiecellen over.
Die zijn niet goed gevoelig geweest voor de hoge dosis in de eerste twee kuren. Je geeft een hoge dosis, bestraling of chemotherapie. Je komt terug met de stamcellen van de donor en gelijk daarna is een patiënt, als cellen omhoog komen, 100% donor. Ook dan nog kan de ziekte terugkomen. Er kunnen altijd nog een paar celletjes overgebleven zijn die de hoge dosis hebben overleefd en die de aanval van de donorcellen weten te overleven. En het recidiefpercentage, de terugkeerpercentage, ligt zo, afhankelijk van hoe goed we die ziekte onder controle hebben voor die transplantatie, tussen de, nou, wat ik weet, 30% en 70% zelfs soms. Dus een patiënt die getransplanteerd is, die 100% donor is op het begin, daarvoor kunnen we niet zeggen, u bent genezen. Dat zal nog moeten blijken in de loop van de jaren daarna. Dat is een grote onzekerheid waar onze patiënten mee te maken hebben. De onzekerheid van, is het nou echt weg, komt het weer terug? Dan heb je een hele zware behandeling gehad. Want ik heb het nog niet over de complicaties, die komen nog aan bod. Dit is het plaatje bij een patiënt waarbij we dus die lage dosis geven, of die tussendosis. Zelfde patiënt weer, heeft toch nog een paar leukemiecellen. Dus de erfelijke recipient, dus de ontvanger, de patiënt met een paar leukemiecellen over. Je gaat een voorbereiding geven bij het immuunsysteem onderdrukt van de patiënt. Je komt terug met cellen van de donor, stamcellen, afweercellen, met name die T-cellen, afweercellen heb je nodig. De patiënt is een tijdje gemengd, een tijdje heeft hij eigen cellen nog en donorcellen, dat noem je chimeer. En langzaam wordt hij in de loop van maanden wordt hij 100% donor, als het goed gaat. En daar komen we later misschien nog even op terug. Kan het effect kan je versnellen door nog extra afweercellen van de donor later te geven, als het niet lukt. Nou, wat zijn dan die belangrijkste complicaties? Nummer 1, het moet aanslaan. Als je transplantaat niet aanslaat, dan zal het natuurlijk sowieso niet werken. Voor een patiënt met een hoge dosis is dat een probleem, want hij heeft geen cellen meer. Hij zal niks meer maken. En dan zal je direct een tweede transplantatie moeten doen, met een backup donor. Als we transplanteren, hebben we altijd een andere donor achter de hand. Mocht die donor geschept worden door een auto een paar dagen van tevoren, heb natuurlijk ook een probleem, maar dat is nog niet gebeurd. Maar daar heb je ook natuurlijk, dat is ook de angst van een aantal ontvangers. Wat gebeurt er met mijn donor als hij maar niet ziek wordt net van tevoren? De omgekeerde afstoting is het tweede probleem en een heel groot probleem. Dit probleem hebben we eigenlijk nodig. Dus wat is omgekeerde afstoting? Wat ik al zei, als ik een nier transplanteer, zal de ontvanger, de afweercel, de donor gaan aanvallen. Die zal die nier eruit willen werken. Dus die zal de stamcellen van de donor eruit willen werken. Ik wil het omgekeerde. Ik wil dat de afweercellen van de donor die ik infundeer, de ontvanger vernietigt. En dus ook de leukemiecellen vernietigt. Helaas is het zo dat die afweercellen van de donor niet heel erg goed een onderscheid kunnen maken tussen bloedcellen en bijvoorbeeld een darm of een huid. Dus wat er gebeurt, ik moet na de transplantatie immuunonderdrukking geven om het transplantaat erin te krijgen, maar daarna moet ik doorgaan met immuunonderdrukking, omdat anders de afweercellen van de donor het lichaam te hard gaan aanvallen. En dan krijg je een ziekte wat wij omgekeerde afstoting noemen, graft versus host. En dat kan heel ernstig zijn. Kunnen mensen overlijden helaas. Daar komt Huls nog op terug straks, op dit verschijnsel. De derde complicatie is de complicaties van de hoge dosis. Soms krijgt patiënt ernstig longlijden door hoge dosis, leverlijden. Je moet het immuunsysteem langdurig onderdrukken. Enerzijds om het transplantaat erin te krijgen, anderzijds om die omgekeerde afstoting niet te sterk te maken. Het immuunsysteem is er niet voor niks. Dus vatbaar voor infecties, schimmelinfecties, virussen, etc. We hebben enorme stappen gemaakt de laatste 10, 20 jaar in de behandelingen, met preventief behandelen daarvan. Maar nog steeds bij ons een belangrijke complicatie, ook, waardoor mensen ook kunnen overlijden. Infecties. En orgaanfalen dus. Dus door die hoge dosisbehandeling dat de lever het begeeft, de longen wit worden het begeven. Het is een hele intensieve behandeling. Dus een ander plaatje nog even, een samenvatting. We gaan de leukemie
eerst zoveel mogelijk wegkrijgen met hoge dosis chemotherapie bijvoorbeeld. En dan gaan we stamcellen geven die we uit het bloed hebben geoogst. De ontvanger van de patiënt die wil het transplant afstoten, daarvoor hebben we immuunonderdrukkers nodig. En de donor die wil die ontvanger gaan aanvallen. En daar moeten we natuurlijk ook immuunonderdrukkers voor geven, dat het niet ernstig wordt. En bij een solide orgaan, als je niertransplantatie geeft, heb je maar voor leven altijd maar naar één kant. De ontvanger wil de nier afstoten, wil de lever afstoten, de long. Maar een omgekeerde afstoting is het natuurlijk nooit. Want het afweersysteem blijft van de ontvanger bij een niertransplantatie en een levertransplantatie. En wij hebben te maken altijd met twee kanten. Maar dat is ook gelijk de genezing. Want ik moet zich voorstellen, als er een afstoting ontstaat richting die lever of richting die darm, dan is er ook dus meer kans dat er een afstoting ontstaat richting die resterende leukemiecellen. En dat is een heel oud plaatje, dat laat ik u zien bij de volgende dia. Oh, daar komen we straks op. Maar dat is een plaatje wat ik u laat zien dat de kans op dat je de ziekte terugkrijgt lager is bij die groep patiënten die een omgekeerde afstoting krijgt. Dat is ook logisch. Dus waarom geven we dus niet iedereen die hoge dosis? Dus liefst wel, maar we kunnen het niet iedereen geven, omdat anders de winst van die hoge dosis verloren gaat door de sterfte ten gevolge van die orgaancomplicaties bijvoorbeeld, of infecties. Dus dat kunnen we uitrekenen. Dus bij ouderen niet altijd mogelijk hoge dosis boven de 60. Nou, is 60 op zich is een getal. Vroeger was het boven de 55 niet, nu is het 60. Het gaat natuurlijk om biologische leeftijd. Ik heb patiënten van 3, 64 die veel vitaler zijn dan patiënten van 55. Ja, als mensen al een hartinfarct hebben gehad, suikerziekte en dergelijke. Dus je moet niet meer gaan kijken naar de kalenderleeftijd, maar naar de biologische leeftijd. En we berekenen ook een score voor de transplantatie, waarbij we grofweg uitrekenen wat de kans is dat een patiënt zal overlijden, niet aan de ziekte, maar aan onze behandeling. En dat zet je af tegen de kans dat een patiënt gaat overlijden aan de ziekte als je die niet transplanteert. Dat kom ik straks wel laten zien. Hier ga ik even. Dus dit is het plaatje wat ik wou laten zien. Als je een oud plaatje al, uit de jaren 80 eigenlijk al. En dit is de omgekeerde afstoting in jaren na transplantatie. En dit is de kans om ziektevrij te blijven. Dus als je getransplanteerd bent, dan is iedereen ziektevrij. Of velen in deze studie. En dan zie je dat als je helemaal geen omgekeerde afstoting ontwikkelde, dat maar 30% ziektevrij bleef. En bij 70% van die mensen, andere patiënten, zonder omgekeerde afstoting, komt die ziekte weer terug. En dus aan de ene kant wil je die omgekeerde afstoting niet te erg laten worden en moet je die dan ook behandelen. Aan de andere kant, als je de hele omgekeerde afstoting zo weg zou drukken, dan gaat ook het hele effect van je transplantatie weg. Dus het is continu een balans vinden tussen een omgekeerde afstoting juist zelfs proberen op te wekken, daar komen we zo bij deze patiënt op terug, versus het niet uit de hand te laten lopen en de patiënt te verliezen aan de complicaties van die omgekeerde afstoting. Nou, wat zijn nou de nieuwe ontwikkelingen? Omgekeerde afstoting is een groot probleem, heb ik aangegeven. En de nieuwe ontwikkeling is dat we die cellen die verantwoordelijk zijn voor die omgekeerde afstoting tegen die organen, wat we niet willen, dus lever, darm, huid met name, dat we die kunnen doden nu op dag 3 en 4 na de transplantatie voor een groot gedeelte. En hoe doen we dat? Dat is misschien een ingewikkeld verhaal, ik probeer het uit te leggen. Je moet zich voorstellen, we hebben een hoge dosis chemo gegeven of bestraling. Die weefsels zijn enorm geïrriteerd, zijn kapot deels. Op dag 0 geven we die stamcellen terug van die donor. En wat doen dan de afweercellen? Want er zitten niet alleen stamcellen bij, maar ook afweercellen. Die afweercellen die gericht zijn tegen een darm en een huid en dergelijke, die zien die kapotte weefsels en worden geprikkeld om aan te gaan vallen. Dus die gaan zich hard vermenigvuldigen. En op dag 3, 4 zijn ze zich enorm aan het vermenigvuldigen. Wat je dan doet, dan geven wij een hoge dosis van een bepaald middel, cyclofosfamide, en die doodt al die snel delende afweercellen gericht tegen die weefsels. Dan zijn we die mooi kwijt. En dat is een enorme verbetering. We zijn nu vanwege deze manier van transplanteren, zijn we nu ook in staat om van kinderen te transplanteren. En of zelfs van vader en moeder. Voorheen kon dat nooit, want die zijn natuurlijk voor de helft verschillend qua weefselopmaak. Die gingen vroeger dood aan een enorme afstoting, dat kon nooit.
We hebben op dit moment 6 getransplanteerd in de UMCG, op deze manier met van kinderen of van vader en moeder. De laatste 1,5 jaar doen we dat. Dat is een enorme verbetering. En het gaat dus niet ten koste van de aanval op die leukemiecellen, dat is belangrijk. Een andere nieuwe ontwikkeling is een nieuw middel wat we gebruiken, desitabine. Dat is een middel wat als patiënten niet in staat zijn om hoge doses chemotherapie te krijgen, ook om die leukemie weg te drukken, dan kan dit middel met betrekkelijk weinig toxiciteit in veel gevallen ook die leukemie goed wegdrukken. Zodat we in staat zijn om te transplanteren. En dan geven we rond die transplantatie ook nog een keer desitabine. Dus dan geven we en chemotherapie om die leukemie te doden en we hebben het immuuneffect. Dus dat is een nieuwe kit on the block. Dat is een belangrijke. En dat middel maakt ook nog een keer die leukemiecellen beter zichtbaar voor de afweercellen van de donor. En het voordeel is geen weefselschade. Dus of je nou 75 bent, dan kan je alsnog dit. We transporteren naar mensen van 3,74 of 75 zelfs. Die behandelen we deze turbine voor. Leukemie goed weggedrukt. Deze turbine rond die transplantatie. Je kan de stamcellen van de donor erin laten komen. Komt die aanmerking transplantatie? Ik ga ietsje sneller. Nou, autoloog niet. Deze patiënt, die leukemie is te agressief. Dan gaan we niet met een hoge dosis chemotherapie die laatste cel doden. Dus allogeen. Alleen we moeten nog even uitrekenen. Wat is nou de kans als ik deze patiënt allogeen ga transplanteren? Dat hij overlijdt aan de complicaties van mijn behandeling. En daar hebben we een zogenaamde SORA-score voor. En op basis van allerlei testen, longfunctie, hartfunctie, leverfunctie, nierfunctie, aanwezige infecties, etc., leeftijd, berekenen wij een score. En dan kunt u zien dat dit het cumulatieve percentage is van het overlijden, niet ten gevolge van het terugkeren van de ziekte, maar ten gevolge van onze behandeling. En dat kan lopen na 2-3 jaar tussen de 15-20% naar 50-60%. Dus als je een patiënt hebt met een hele hoge SORA-score, dan moet je echt achter de oren krabben. Want als je al 60%, 50-60% zou verliezen alleen al aan onze behandeling, en van die overige 40-50% komt ook nog een gedeelte terug, dan win je maar een heel klein gedeelte. Het zijn hele heftige gesprekken natuurlijk met onze patiënten. Als je dit soort dingen hebt, want de patiënt zegt, ja, maar ik wil genezen. Maar dan heb ik maar 15-20% kans. Maar zo'n patiënt weet niet wat de gevolgen zijn, de ernst van een traject wat die ze ingaan, zeker als het niet goed gaat. Dat is natuurlijk een hele zware traject. Dus dat moet je heel goed met ze bespreken. En dat doen we met de hele staf, niet wij alleen, maar er zitten heel veel mensen bij. En dan kom je tot een advies voor onze patiëntengroep. Onze patiënt heeft dus een SORA-score van 2. De kans op sterfte na 5 jaar, dus niet ten gevolge van het terugkeer van de ziekte, is 20%. Dus 20% overlijdt door onze behandeling. Infecties, onkruidafstoting. Dat vinden we acceptabel, gezien het feit dat zonder die behandeling de overgrote meerderheid overlijdt aan het terugkeren van de ziekte. En dus dan is het acceptabel, dit verschil. Oké, dus we hebben wel een geschikte donor nodig. En daar gaat Laura nu na de pauze, denk ik, over verder. Of gaan we. En het wordt vanzelf stil, dat is mooi. Marco heeft net afgesloten met een heel verhaal over de allogene stamceltransplantatie en over de patiënt. En waar gaan we het nu over hebben? We gaan het hebben over de donor. Want voor die transplantatie van een onverwante donor of een verwante donor hebben we wel een donor nodig. En hoe vinden we die donor? Allereerst moeten we weten wat voor donor hebben we nodig. En wat daar belangrijk bij is de matching. En matching betekent eigenlijk de gelijkenis tussen donor en ontvanger. Bij een autologe transplantatie heb je die gelijkenis automatisch. En bij een allogene transplantatie transplanteer je met cellen van iemand anders. En we willen graag dat die qua weefseltypering zoveel mogelijk op elkaar lijken. De weefseltypering die wordt gecodeerd op je DNA, zoals eigenlijk elk eiwit in je lichaam. En DNA, daar hebben we 23 paar chromosomen van. En we zoomen dan even in op chromosoom 6, want daar liggen de genen die verantwoordelijk zijn voor je immuunsysteem, voor een groot gedeelte. En als we het hebben over de weefseltypering, dan gaat het over het humaan leukocyte-antigen, het HLA. Humaan spreekt voor zich, het is het menselijk leukocyte-antigen. De leukocyten zijn eerder al genoemd, dat zijn de witte bloedcellen. Deze moleculen zijn namelijk ontdekt op de witte bloedcellen.
En het antigen is eigenlijk het eiwit. En deze eiwitten die worden gecodeerd op chromosoom 6. En daar liggen ze op de korte arm van chromosoom 6. En er zijn een heel aantal verschillende variaties van. We hebben HLA-A, we hebben HLA-B, we hebben HLA-C. Dan denk je, dan gaat het alfabet gewoon rustig verder. Maar dan wordt het iets ingewikkelder. Dan wordt het HLA-DRB1, DQB1 en DPB1. Allerlei verschillende eiwitten die heel belangrijk zijn in het immuunsysteem. Wat doen deze eiwitten nou? Deze eiwitten presenteren kleine stukjes aan de cellen in het lichaam. Dus op alle cellen in het lichaam zitten HLA-moleculen. En die presenteren kleine stukjes van bijvoorbeeld een virus of een bacterie aan de cellen van het immuunsysteem. En op die manier wordt er een immuunrespons opgebouwd en bent u alle bestand tegen virussen en tegen bacteriën. Deze moleculen zijn dus heel belangrijk voor het immuunsysteem. En omdat ze zo belangrijk zijn in het immuunsysteem, is het ook belangrijk dat ze matchen in het geval van een allogene stamceltransplantatie. Als we nog verder inzoomen op HLA, dan ontdekken we dat er heel veel verschillende variaties zijn. We willen graag matchen voor HLA A, B, C, DRB1 en DQB1. Dus dat zijn eigenlijk 5 verschillende eiwitjes. Maar van die 5 eiwitjes zijn een heleboel variaties. Van HLA-A zijn er ongeveer 3000 verschillende aanwezig in de wereldpopulatie. Wat we tot nu toe weten, want elke dag worden er nog weer nieuwe variaties ontdekt. Voor B is het zelfs nog erger, er zijn er 3500 op dit moment. En voor C ook ongeveer 2500. Voor de DRB1 en de DQB1 ligt het aantal nog ietsje lager, maar ook daar zit enorm veel variatie in. Als je al deze verschillende variaties mee zou nemen, en je neemt ook nog mee dat iedereen 2 keer HLA-A heeft, want iedereen heeft immers 2 chromosomen 6, en 2B en 2C en 2DRB1 en 2DQB1, dan kom je op een totaal aantal combinaties, als je het allemaal random zou combineren met elkaar, van 1×10 tot de 33ste. Nou, dat wist ik helemaal niet wat dat was, maar dat blijkt een quintiljard te zijn. En dat is een hele, heleboel. En dat is als je het volledig random met elkaar combineert. We weten allemaal dat er maar 7,5 miljard mensen op aarde rondlopen. Dus dat zou betekenen dat het vinden van een match praktisch onmogelijk is. Gelukkig is het niet zo erg, want al die verschillende variaties, er zijn wel een aantal HLA-A's die veel meer voorkomen dan de andere. Er zijn er namelijk een heleboel ontdekt die maar in 1 of 2 mensen gevonden zijn ooit. En de combinaties van de verschillende HLA A, B en C, dat is ook nog vaak aan elkaar gelinkt. En dat maakt het vinden van die donor weer iets makkelijker, gelukkig. Als we nou gaan zoeken naar een potentiële donor voor een stamceltransplantatie, is die matching dus belangrijk. Je wil graag dat donor en ontvanger op elkaar lijken. Als we op zoek zijn naar gelijk DNA, nou het werd eerder al genoemd, dan beginnen we bij de familie natuurlijk. Want dat is degene met wie je verwant bent en met wie je DNA deelt. Dus wat er als eerste gebeurt als iemand in aanmerking komt voor een allogene stamceltransplantatie, is dat we de weefseltypering van de patiënt gaan bepalen. En vervolgens wordt er gevraagd of patiënt misschien broers of zussen heeft die eventueel donor zouden willen zijn. Als de broer en zussen dat inderdaad willen, dan wordt er een buisje bloed afgenomen en naar ons laboratorium, het laboratorium transplantatie-immunologie, gestuurd. En wij gaan dan een HLA-typering doen van de verschillende broers en zussen van de patiënt. En hopen vervolgens op een match. Wat is nou de kans dat een broer of zus matcht? Als we weer even inzoomen op chromosoom 6, hebben we dat hier even weergegeven met een kleurtje. Dus niet die ingewikkelde streepjescode van al die verschillende HLA's. Het is even teruggebracht tot een kleurtje. Dit zijn de vader en de moeder in deze familie en hier zijn 4 kinderen. En de vader heeft een rood chromosoom 6, dus een rode HLA-streepjescode en een groene HLA-streepjescode. De moeder een blauwe en een gele. Als dit echtpaar kinderen krijgt, dan heb je een kans dat daar een rode van vader en een blauwe van moeder is. Of een rode van vader en een gele van moeder, enzovoort. Er zijn dus 4 verschillende combinaties mogelijk in theorie. En dat betekent dat als we een broer of een zus van een patiënt typeren, dat de kans dat die HLA identiek is, dus dat de weefseltypering overeenkomt, 25% is per broer of zus.
En als iemand dus drie broers of zus en zussen heeft, dan betekent dat dat die kans, als je dat met elkaar gaat vermenigvuldigen, 58% is dat je een HLA-identieke broer of zus zult vinden binnen die familie. Maar ja, het is net als met alles in het leven. Sommige mensen hebben geluk en sommige mensen hebben pech. Soms heb je maar één broer of zus en die is HLA-identiek. En sommige mensen hebben zeven broers en zussen en daar vinden we geen identieke donor. Wat gaan we dan doen als we geen identieke broer of zus gevonden hebben? Dan gaan we verder zoeken in de wereldwijde donorbank. Dat heet Bone Marrow Donors Worldwide. En dat zijn echt een heleboel donorbanken over allerlei landen in de wereld. Van Australië tot Amerika, tot Nederland, tot Duitsland. Waar 31 miljoen donoren in staan. Met hun weefseltypering, met hun streepjescode. En tussen die 31 miljoen donoren ga ik dan kijken hoeveel donoren zijn er die identiek zijn met patiënt. Of mogelijk identiek zijn met patiënt. En de kans dat we daar een identieke donor vinden is heel erg afhankelijk van de HLA-typering van patiënt. Het HLA is namelijk geëvolueerd tijdens de evolutie samen met al die virussen en bacteriën waar tegen ze eigenlijk aan het vechten zijn. En dat betekent dat er in verschillende delen van de wereld eigenlijk verschillende HLA-moleculen met verschillende frequenties voorkomen. Dus wat een hele normale HLA-typering is hier in Nederland, is in een Aziatisch land een hele vreemde. En nou, in de laatste jaren is het voor sommige mensen dus ook veel moeilijker geworden om een donor te vinden, omdat er veel meer vermenging tussen de verschillende rassen ontstaat. Dan krijg je soms combinaties die heel erg zeldzaam zijn. En afhankelijk van de etnische achtergrond is het soms heel moeilijk om een donor te vinden. Maar ook dit blijft gewoon een beetje een kansspel, een kwestie van geluk. Hoe gaat dat dan als we een onverwante donor gaan zoeken? Ik kan dus kijken in die donorbank en zie daar dan bijvoorbeeld 150 donoren die mogelijk dezelfde weefseltypering hebben als onze patiënt. Wat we dan doen is de patiënt aanmelden met Matches, dat werd al eerder genoemd. Dat is de organisatie die contact kan leggen met de verschillende donorbanken in de wereld en op die manier de donor kan benaderen. Daar krijgen we dan donorresultaten terug uit de verschillende donorbanken. En op grond daarvan kiezen we drie donoren uit die we benaderen en die, waar we een buisje bloed van vragen voor de HLA-typering. Het donorcentrum krijgt dat dan te horen van Matches, van we zijn mogelijk geïnteresseerd in deze donor. En het donorcentrum gaat dan de donor benaderen en vragen, wilt u nog steeds donor zijn? Want we hebben mogelijk een patiënt die u nodig heeft. Ook dan gaat het hetzelfde als bij de broer of zus. Het buisje bloed komt naar het UMCG. Maar nu niet hier in Nederland uit de buurt, maar soms dus uit Amerika of uit Duitsland. En soms ook gewoon uit Nederland. We gaan weer een HLA-typering doen in het bloed van die donor. En deze keer kijken we ook heel nauwkeurig met hoge resolutie echt precies hoe dat eiwit bij die donor eruit ziet. Dus hoe de HLA-A eruit ziet, hoe de B eruit ziet, hoe de C eruit ziet enzovoort. En als die donor dan HLA-identiek is aan patiënt, dan kunnen we die donor kiezen. Zoals eerder ook al gezegd, kiezen we altijd een donor en een backup donor voor het geval de donor op het laatste moment niet meer kan. Omdat hij ziek is of nou ja, onder een bus loopt. Alles kan gebeuren of zich op het laatste moment terugtrekt. Dat mag namelijk ook. Een donor mag altijd tot het laatste moment nog zeggen, sorry, ik wil dit toch niet. Want het is een vrijwillige donatie. We kiezen dus een donor en een backup donor. De logistiek van die donor search die is best heel ingewikkeld. Er is heel veel communicatie tussen het transplantatiecentrum, dus het UMCG, tussen de afdeling hematologie en het laboratorium, met Matches, met het donorcentrum op allerlei plekken in de wereld. En zoals ook eerder gezegd, het is echt een team effort. De transplantatiecoördinatoren, het laboratorium, de hematoloog, Matches, de koerier die uiteindelijk het product naar het UMCG brengt. En als we dat nog even voor de onverwante donor search samenvatten, begint dat dus bij het UMCG, waar de patiënt is. We hebben contact met Matches, we willen graag donoren opvragen voor de patiënt. Matches zet de search uit naar de verschillende donorcentra. In dit geval in Duitsland, in Engeland en in Nederland is er een donor die heel geschikt is voor deze patiënt. De volgende vraag is, het donorcentrum zoekt contact met die donoren. Donor 1... Donor 2 en donor 3 en vraagt, goh, wilt u nog steeds donor zijn?
En wilt u een buisje bloed afstaan om een hertypering te doen in het laboratorium van een patiënt? Donor 3 reageert heel snel en levert meteen een buisje bloed in. Dat wordt naar ons toegestuurd en we gaan typeren. Donor 1 reageert ook. Donor 2 reageert helaas niet. Dat komt voor dat de donor niet meer bereikt kan worden. De donor kan verhuisd zijn en geen adreswijziging hebben doorgegeven bijvoorbeeld. Of de donor heeft inmiddels... een jonge vrouw kan zwanger zijn. Dat is een contraindicatie om op dat moment te doneren. Dus er kan van alles aan de hand zijn waarom niet elke donor reageert. Dat is ook de reden dat we 3 donoren opvragen. Om de kans zo groot mogelijk te maken dat we 2 goede donoren overhouden. De 2 donoren waarvan we wel bloed hebben gekregen, daar doen we een HLA-typering. En uiteindelijk maken we een donorkeuze. Dat wordt weer doorgegeven aan Matches. En Matches geeft dat weer door aan het donorcentrum. In dit geval hebben we gekozen voor een Duitse donor. En het donorcentrum laat het aan de donor weten. U bent geschikt en men wil uw stamcellen graag gebruiken voor deze patiënt. Vervolgens gaat de transplantatie gepland worden. De patiënt wordt voorbereid, zoals net ook al uitgelegd. En de donor gaat uiteindelijk de stamcellen doneren. Die stamcellen worden met een koerier vervolgens naar het UMCG toegebracht. En uiteindelijk geïnfundeerd bij patiënt. En daar zal Marco jullie meer over vertellen. Bedankt, we gaan verder. Ja, bij deze patiënt was ouder dan 60 jaar. We konden geen hele hoge dosis geven. Had wel een hoog risico. Dus we wilden een combinatie geven om niet alleen afhankelijk te zijn van het immuunsysteem van de donor. Maar we geven ook gedurende 10 dagen een vorm van chemotherapie. Dat is die D-cetabine. Dus die geven we vannacht min 11 tot min 2. En dan geven we op 3 dagen nog een ander middel erbij. En deze 2 middelen, de fludarabine en de lichtbestraling, zijn er alleen voor om het immuunsysteem te onderdrukken. Dusdanig dat als we de stamcellen terug gaan geven, dat ze niet gelijk worden afgestoten door het immuunsysteem van de ontvanger. Dus op dag 0 geven we stamcellen terug. Nou, hoeveel geven we er terug? 8 miljoen in dit geval per kilogram van de ontvanger. We moeten minimaal 2 miljoen per kilogram van de ontvanger teruggeven. We zien van 80 kilo maal 2, dus we hebben minimaal 160 miljoen bijvoorbeeld nodig. Als we er te weinig nodig geven, dan krijgen we een te hoge kans op transplantaat falen. Verder geven we ook die afweercellen er gelijk bij terug, die nodig zijn om die aanval te openen op de resterende cellen van de ontvanger. We geven infectieprophylaxe. De mensen moeten veel tabletten slikken om virussen te voorkomen. Virusinfecties, schimmelinfecties, bacteriën. En we starten gelijk met immuunonderdrukkers. Want we willen het immuunsysteem van de ontvanger niet alleen onderdrukken met de middelen die we voor de transplantatie hebben gegeven. Maar we gaan er mee door. In het begin om ervoor te zorgen dat ze die stamcellen aanslaan. Later om ervoor te zorgen dat die afweercellen van die donor die ontvanger niet te hard gaan aanvallen. En daarvoor moet een patiënt regelmatig op de poli komen, want dat meten we in het bloed wat de concentratie is. En dan zullen we de hoeveelheid tabletten op aanpassen. Op dag 14 na de transplantatie krijgt de patiënt een cytomegalovirusreactivatie. Wat is dat? We hebben allerlei virussen in ons lichaam, en bacteriën, die hebben we ooit gekregen. En die blijven levenslang bij ons. Alleen omdat wij een intact immuunsysteem hebben, worden we daar niet ziek van. Als ik onze patiënt, of onze patiëntencategorie, als ik daarvan het immuunsysteem erg onder druk, krijgen die virussen weer de kans. Die gaan weer zich vermenigvuldigen, komen in de bloedbaan en gaan organen aanvallen. Vroeger, daarvoor noem ik dit speciaal vanwege de ontwikkeling in ons vakgebied, vroeger bijvoorbeeld eind 80e jaren, als je dan een patiënt had die als complicatie een witte long kreeg, kortademig werd en een witte long kreeg, dan nam hij een biopt, je ging een scopie naar binnen, je nam een biopt. En dan kon je onder de microscoop zien dat daar zo'n virus in zat die het longweefsel aantastte. De helft van die patiënten overleden daaraan vroeger. Wat we nu kunnen, is we meten dat virus in het bloed, elke keer dat ze bij mij uit de poli komen. En als ik zie dat het virus zich begint te vermenigvuldigen, dan zal ik voordat het orgaan schade geeft, alle middel geven om dat virus weer de kop in te drukken. Dus de reden dat mensen frequent bij ons komen, is onder andere dit soort zaken. Niet alleen als je ziek bent, maar we monitoren continu van alles. Spiegels, gaan de virussen omhoog, om maar tijdig in te grijpen.
Op de 28 komt het bloed omhoog, dus de witte cellen komen weer omhoog. Maar dan doe ik de hamvraag, zijn het de cellen van de donor of zijn het zijn eigen cellen grotendeels? En dan komt de uitslag, ik stuur een buisje bloed naar de transplantatie-immunologie en we krijgen de uitslag, hij is 78% donor van alle bloedcellen. Als ik naar de afweercellen kijk, 60%. Dat is op zich een goed resultaat op dag 28. Ik wil eigenlijk minimaal 50% afweercellen hebben van de donor. Dan heb ik een redelijke kans dat de transplantaat het gaat winnen. Zit ik op 10-20%, dan zit ik in grote problemen. En dan is nu de vraag, is het voldoende? Ga ik het nou sneller afbouwen of niet? Maar dan wil ik even nog Laura het woord geven. Hoe bepalen we nou hoeveel procent van die cellen van de donor afkomstig zijn of van de ontvanger zijn? Ja, hoe weet je dat nou? Je hebt allemaal witte bloedcellen in het lichaam van de patiënt. En het is een mix tussen donor en ontvanger. Hoe zien we nou of het ontvanger is of donor? Na de transplantatie heb je dus die mix. En chimerisme is eigenlijk een naam voor die bepaling. De chimerismebepaling na de transplantatie. En chimerisme staat voor mozaïek. En je ziet dat hier ook aan dit plaatje. Dit is een figuur uit de Griekse mythologie, een chimera. En die bestaat uit een leeuw met de kop van een geit er nog bovenop. En ook nog een slang. Dus dit is een mix van drie dieren eigenlijk. En deze Griekse mythologische figuur is eigenlijk de naamgever van die bepaling chimerisme. Wat wij dan doen in het lab is DNA isoleren uit die cellen die in het bloed van de patiënt zitten. Die mix van patiënt en donor. En we gaan kijken naar bepaalde markers in het DNA. En dat zijn stukjes DNA in de niet-coderende regio's. Dus in het DNA wordt van alles gecodeerd. Alle verschillende eiwitten waaruit wij bestaan wordt gecodeerd in het DNA. Maar er zijn ook grote stukken DNA waar niks gecodeerd wordt, waar geen eiwit uitkomt. Maar dat DNA is er wel en daar zitten ook bepaalde variaties in. En die kunnen we eigenlijk als een soort vlaggetjes gebruiken. Dus hier ziet u een voorbeeld van de chimerisme-typering van de patiënt. En hier, dit is eigenlijk een soort grafiekje, hier zie je twee bultjes. En dat betekent dat er bij deze patiënt een signaal is bij de markergrootte 171 en 174 ongeveer. Als we daaronder kijken, als we de donor typeren, dus materiaal van de donor alleen, dan zien we hier een piekje bij 163 ongeveer en bij 167. Zoals u ziet zit daar dus duidelijk verschil tussen patiënt en donor. Dat signaal bij patiënt en donor DNA is anders. Als we nou het DNA van de patiënt na de transplantatie isoleren en we bepalen dit chimerisme, dan vinden we nu pieken terug van de donor. Hier weer een piek bij 163 en 167. Best een hoog signaal ook, hoge pieken. Hartstikke mooi. En we zien bij 171 en 174 ook nog piekjes van patiënt-DNA. Dat betekent dat hier inderdaad een mix is. En we kunnen dat percentage chimerisme, wat Marco net liet zien, gewoon uitrekenen aan de hand van de hoogte van die piekjes. Dus we kijken naar de hoogte van de pieken en bepalen daaraan het percentage donor op dat moment na transplantatie. We doen dat op verschillende tijdstippen na zo'n transplantatie, om te kijken of die 60% die er net werd gevonden aan donor T-cellen, of dat de goede kant op beweegt. Gaat dat van 60 naar 70 naar 90 naar 100? Of daalt het van die 60 naar 50, 40 en krijg je uiteindelijk een afstoting van het transplantaat? Vaak stijgt het naar 100% en soms blijft het een beetje een mix. Maar over het algemeen is de meerderheid donor en blijft er soms een klein restje patiënt over, als het goed is. En dan gaan we weer terug naar Mark. We gaan verder. We moeten wel 100% donor worden. Want als we 95% maar donor zijn en 5% jezelf blijft, dat betekent 5% stamcellen van jezelf. En misschien ook onder die 5% die verkeerde cellen. En er hoeft er maar eentje achter te blijven. Dus ik ben niet tevreden met 95% bij een agressieve acute leukemie. Dus wat van belang is, is hoe diep hebben we die ziekte nu weg na de transplantatie. Dat kunnen we meten. We kunnen het eerst onder een microscoop kijken. Wat ik al zei, in het B-merg zitten normaal gesproken 5% maximaal aan jonge cellen.
Dus heb je de 30%, dan weet je dat zijn er te veel. Dat zal verkeerd zijn. Maar vind je 4% jonge cellen of 3%, wij kunnen onder een microscoop niet zien of het goede zijn of slechte cellen. Daar hebben we technieken voor. We kunnen, we kunnen kijken naar de chromosomen. Het heeft niks met erfelijkheid te maken, maar dat zijn foutjes in de kwaadaardige cellen. Dus we brengen kwaadaardige cellen in kweek. Dan kunnen we er 20 kweken en dan kunnen we kijken, zitten er foutjes bij? En dan kunnen we soms 1 of 2 foute cellen zien van de 20. En dan weten we, het ziet onder de microscoop wel redelijk uit, maar er zitten toch nog verkeerde bij. Niveau 2 is, we kunnen ze herkennen aan afwijking op de buitenkant van de cel. En dan heb ik het volgende plaatje gemaakt. Kijk, deze auto's lijken heel erg veel op elkaar. Vind ik zelf. Ik kan ze, maar ik zie hier een tekentje op de voorkant, een BMW-tekentje, en daar een Mercedes-tekentje. Dus als ik geen enkel verstand voor een auto heb, maar ik weet maar wat zo'n tekentje betekent, kan ik zeggen, alleen maar te kijken naar het tekentje, dit is een BMW, dit is een Mercedes. En als op deze auto deze twee tekentjes tegelijk staan, dan weet ik dat het een verkeerde auto is. Daar klopt iets niet mee. Nou, dat doen we. Als ik mijn auto erbij zet, een Opel Corsa, ziet iedereen het. Het is een kleine auto. Dat kunnen ze wel onderscheiden. Als ik een trein bij zet, zal een kind zeggen, het is een trein. Dat kan ik ook onderscheiden. Ja, nog één dingetje over die trein. Dat wil ik wel meegeven. Wat het vak doet op, bij ons natuurlijk. In ieder geval bij mij. Maar ook bij mijn collega's natuurlijk. Ik ging afgelopen zaterdag met de trein. Ging naar Amsterdam. En ik kon een directe trein nemen. Dat is makkelijk als je kwart voor de trein neemt. Dan kan je naar Amsterdam-Zuid, hoef niet over te stappen. Je kan 2 of het lezen of muziek luisteren. Ik kom in Zwolle en er wordt omgeroepen. U moet overstappen naar de trein aan de andere kant van het perron, want er is een wisselstoring. De trein gaat niet via Lelystad door, dus u moet overstappen naar Amersfoort naar Amsterdam. Geen enkel probleem, dus ik stap uit en dan zie je het. Hè? Dus het geklaag. NS, kan niks, half uur vertraging, dit en dat. Dan heb ik de neiging, ik wil ze in de kraag pakken. Ik zeg, ga eens een keer met mij mee. Ga jij eens tegenover een vrouw zitten met jonge kindjes die net van mij te horen heeft gekregen dat ze de kindjes niet zien opgroeien. En probeer dan maar nog eens te klagen dat je een half uur moet wachten. Hey, die vrouw wil elke dag wel 4 uur op het station gaan staan als ze hun kinderen kan zien. En ik was 22 en toen deed ik een stage bij de oncologen daar. En er werden patiënten behandeld in een fase 1 onderzoek. De overgrote meerderheid ging overleed, het waren jonge mensen. En elke dag als ik aan het einde van die dag dan op mijn fiets naar huis mocht, was ik zo dankbaar. Ik denk, ik mag gezond, mag geen fiets, mag ik het ziekenhuis verlaten. En dat heb ik gehouden, dat gevoel gewoon van, je mag ook straks ook weer, ik mag op de fiets, ik ben gezond, ik mag weggaan. Dus die dankbaarheid, dat heb ik wel aan het vak te danken, dankbaarheid voor het leven. En ik kan daar ook vaak soms mensen niet begrijpen waar ze het over hebben als ze klagen. Dat tezijde. Maar die cellen, die hebben ook eigenschappen. Dit is het BMW-tekentje, dit is de Mercedes-tekentje en dit is een afwijkende cel. Nou, dat kunnen we testen en we kunnen 1 op de 100.000 cellen eruit halen. Dus het laboratorium van met Michel Lukens en André Multen, die kunnen mij vertellen. Die kunnen namelijk, dit is de normale code, hier is een foutje. En als hier 1 foutje in is, dat kunnen ze eruit halen. Dus we kunnen 100.000 cellen laten tellen en dan kunnen we zien dat er 1 verkeerde cel tussen zit. Nou, op dag 100 controleren we het BMW bij de patiënt. En wat blijkt? 8 van de 10.000 cellen is verkeerd. En daarvoor was het minder. Dus die leukemie begint terug te komen. Dus kennelijk hebben de afweercellen van de donor niet voldoende tijd, zijn niet sterk genoeg, om de aanval uit te oefenen op die kwaadaardige cellen. Wij onderdrukken op dag 100 nog de actie van die afweercellen met onze medicijnen, omdat we bang zijn voor een omgekeerde afstoting. Maar als ik dit zie, dat die leukemie weer actief wordt, dan ga ik dus bewust die immuunonderdrukkers snel afbouwen. Met het risico dat dus de organen aangevallen gaan worden. Bewust risico, want anders gaat de patiënt overlijden aan zijn leukemie die terugkomt. We spreken natuurlijk uitgebreid met de patiënt. En ik besluit om het versneld af te bouwen. De patiënt goed te monitoren. En dan gaat Germen verder. Dus we zijn allemaal een beetje geschrokken dat toch die ziekte de kop weer opsteekt. En zoals Marco al zegt, wordt de
de tacrolimus, een van de medicijnen die we geven om het afweersysteem te onderdrukken, wordt dat nu gestopt. En dat is niet helemaal zonder gevaar, want we laten nu eigenlijk de rem los. We hebben continu de rem een beetje op dat afweersysteem gezet. Nu laten we de rem los, omdat we wel moeten. We moeten wat meer risico nemen, want de ziekte die geeft toch wat, wordt wat onrustig. En wat je dan ziet, is dat ook de omgekeerde afstoting plaats kan vinden. Dus die cellen van de donor, waar we de rem nog op hadden, die beginnen nu de ontvanger aan te vallen, de patiënt aan te vallen. En dat kan zich presenteren als bijvoorbeeld zo'n soort rash, zo'n huid, rode huid, alsof die huid verbrand is in de zon. En dat zie je hier ook wel duidelijk, dus een rode huid. Dus deze patiënt heeft zeer waarschijnlijk Graves-Hoogziekte. Je moet altijd even zeker weten of dit niet komt omdat hij bepaalde medicijnen heeft gebruikt, et cetera. Maar dit is heel verdacht dat er omgekeerde afstoting is. Graves-Hoogziekte. Nou, wat is dat nou, die Graves-Hoogziekte? Aan de ene kant is dat onze vriend, want die moet die leukemie rustig halen, rustig maken en houden. En aan de andere kant is het onze vijand, omdat we als we patiënten verliezen, verliezen we vaak patiënten aan die Graves-Hoogziekte. Dus het is altijd een ziekte die moet je een beetje in balans houden, maar je hebt hem ook een beetje nodig. Dus de patiënt en de donor die hebben hetzelfde HLA-systeem. Dat heeft Laura uitgelegd. Dus die barcode die gecodeerd is op chromosoom 7, die is identiek tussen de patiënt en de donor. Maar die patiënt en de donor die zijn niet hetzelfde. Die hebben allerlei kleine verschillen. Kleine eiwitjes in de huid, in de lever. Want ze zijn natuurlijk niet volledig identiek. Het is geen eenijige tweeling. En al die kleine verschillen die kunnen een afweerreactie opwekken. En dat is natuurlijk goed, want er zitten ook verschillen tussen het afweersysteem van de donor en de leukemiecellen. Dat is natuurlijk goed, maar er zitten ook andere verschillen in die mogelijk een Graves-Hoogziekte kunnen uitlokken. En die kleine verschillen, dat noemen we polymorfismen. En die polymorfismen zijn dus belangrijk, omdat die aan de ene kant een beetje Graves-Hoogziekte geven en aan de andere kant de laatste tumorcellen oplossen. En als je praat over het afweersysteem, en het bijzondere van ons vak is dat we het afweersysteem transplanteren. Dus dat is anders dan een nier of een lever transplanteren, maar wij transplanteren het afweersysteem. Je moet je realiseren dat het afweersysteem aanvalt wat het niet kent. Dus als je daar een nieuw immuunsysteem inzet, dan gaat dat immuunsysteem gaat aanvallen wat het niet kent. En dat kan bijvoorbeeld zijn de huid of de lever of de longen van een patiënt. Die gezonde cellen van de ontvanger, die kunnen de Graves-Hoogziekte geven, dus als de huid of de lever of de darm wordt aangevallen. Maar die gezonde cellen kunnen ook de leukemiecellen aanvallen. Dat noemen we de Graves-Leukemie. Dus deze twee dingen zijn belangrijk. Die Graves-Hoogziekte een beetje, maar niet te veel. En die Graves-Leukemie, daar moeten we het van hebben. Daarvoor doen we de transplantatie. En uiteindelijk gaat het bij die transplantatie om de balans tussen die Graves-Hoogziekte en die Graves-Leukemie. Dus en we geven met medicatie beïnvloeden we dit evenwicht. Beïnvloeden de mate waarin het afweersysteem de gezonde cellen aanvalt en de mate waarin het de leukemiecellen aanvalt. En met medicatie beïnvloeden we dat, zoals bijvoorbeeld met die tacrolimus. En als we die medicatie dan stoppen, zoals Marco net heeft gedaan bij die patiënt, omdat de ziekte terugkomt, dan gaat die balans richting deze kant. Maar hopelijk ook wat Graves-Leukemie, zodat die leukemie wordt opgeruimd. En die donor T-cellen, dus deze cellen, die kunnen beide aanvallen. Dus de gezonde cellen en de zieke cellen. En die balans, dat is een beetje ons vak. Dat is een beetje de vingerspitsengevoel wat je moet hebben. Hoe je aan de knoppen zit van die medicatie. Dat je wel dit hebt en niet te veel van dat. Als we het hebben over die Graves-Hoogziekte, dan hebben we eigenlijk twee smaken. Dus de acute Graves-Hoogziekte. En de acute Graves-Hoogziekte die presenteert zich vaak in de darm. Met water, dunne diarree, soms liters waterdunne diarree. De huid, rode, jeukende huid. Alsof je verbrand bent in de zon. En gele ogen. Dus als de galgangen worden aangevallen en de lever wordt aangevallen, dan kun je dat zien omdat het oogwit geel wordt. Dit zijn de belangrijkste doelorganen van een acute Graves-Hoogziekte. En als een patiënt op zondagmiddag waterdunne diarree krijgt, dan moet hij zich ook echt onmiddellijk bij ons melden, omdat we dan dezelfde dag nog
in de darm willen kijken en op dat moment ook direct willen beginnen met opnieuw afweeronderdrukkende middelen, met bijvoorbeeld prednisolon. Dus dit zijn voor ons zijn dit wel acute dingen, hè? Acute complicaties van de transplantatie. Naast die acute graft-versus-host-ziekte hebben we ook een chronische graft-versus-host-ziekte. Die chronische graft-versus-host-ziekte is veel, veel milder. En dat lijkt een beetje op een reumatische ziekte. Sommige mensen hebben wat droge mond, wat droge ogen, smaak die wat anders is. De mond is gevoeliger, hè, pittig eten wordt minder goed verdragen. Soms wat toename van de pigmentvlekken. Hè, dus sproetjes die opeens heel donkerbruine vlekjes worden. Verstrakking van de huid, sclerodermie. Zien we gelukkig niet zoveel. Wat stramme gewrichten. Af en toe ook aanval op de longen. Dat is gelukkig ook niet zo heel vaak. Maar die chronische graft-versus-host-ziekte, dat lijkt een beetje op een reuma-achtige ziekte. Die acute, daar hebben we angst voor. Daar win je niet zoveel mee. Hier, met name verliezen we veel patiënten mee. Die chronische graft-versus-host-ziekte, dat herinnert u zich misschien nog aan dat plaatje wat Marco liet zien. Die chronische graft-versus-host-ziekte, als je dat hebt, is de kans dat de ziekte terugkomt heel klein. Dus we mikken er een beetje op dat we niet te veel van die acute graft-versus-host-ziekte krijgen. En dat we uiteindelijk een beetje, maar goed te hanteren, chronische graft-versus-host-ziekte krijgen. En waar we naar streven, en mensen die getransplanteerd zijn, die weten dat we heel vaak, dat we elke keer op de polykliniek in de mond kijken van, kunnen we al een beetje omgekeerde afstoting zien. En dit is dit soort witte streep aan de binnenkant. Hè, dus dit is de onderste tandenrij, de tong. Dit is de binnenkant van het wangslijmvlies. Je kunt hier die witte strepen zien. Dat noemen we lichenoïde afwijkingen. En als je deze witte strepen hebt in de binnenkant van je mond, heb je per definitie chronische graft-versus-host-ziekte. Dus we willen een beetje dat de patiënt een beetje dit heeft. Dan weten we dat de kans dat de ziekte terugkomt heel klein is. Terwijl over het algemeen hebben patiënten hier heel weinig last van. Kunnen ze hier goed mee leven. Dus op het moment dat wij aan de knoppen zitten, het afbouwen van de afweeronderdrukkende middelen, dan focussen we aan de ene kant op de ziekte, hè, zoals Marco net vertelde, houden in de gaten of de ziekte niet een beetje terugkomt. En aan de andere kant proberen we dit te bewerkstelligen. En als we dit hebben, dan bouwen we even niet verder af met de afweeronderdrukkende middelen. We doen dat veel, veel langzamer. Dus dit is een belangrijk doel van de transplantatie. Nou, hoe gaat het verder met onze patiënt? De minimale ziekte is onder controle gekomen omdat we die graft-versus-host-ziekte hebben uitgelokt. We zijn gestopt met de tacrolimus, we hebben de graft-versus-host-ziekte gekregen en daardoor is de ziekte weer de kop ingedrukt. De graft-versus-host-ziekte is onder controle gekomen omdat we opnieuw afweeronderdrukkende medicijnen hebben gegeven. En verder hebben we een nieuw medicijn toegevoegd. We hebben de laatste jaren, hier is ook veel verbeterd, er zijn veel ontwikkelingen in ons vakgebied, maar ook het medicijnen die het afweersysteem onderdrukken, is veel ontwikkeling in. En we hebben tegenwoordig de beschikking over nieuwe middelen die het afweersysteem onderdrukken. Een van die middelen is ruxolitinib. En dat hebben we hier gegeven om het afweersysteem beter te onderdrukken, om de graft-versus-host-ziekte onder controle te krijgen. En het gaat momenteel redelijk goed met deze patiënt. Dus dat is goed nieuws. En dan samenvattend. En velen van u hebben misschien iemand in de omgeving of hebben zelf ervaring met de hele transplantatie, stamceltransplantatie gebeuren. Het is heel complex. Er zijn heel veel factoren die een rol spelen. We hebben de acute graft-versus-host-ziekte. We hebben het aanslaan van de transplantaat. Krijgen we de transplantaten wel goed in? Terugkeer van de ziekte blijft een item. Infecties, orgaantoxiciteit. Mensen moeten veel medicijnen gebruiken die soms ook schadelijk zijn voor de nieren, dus daar moeten we bijsturen. Psychosociaal, mensen hebben vaak al zware behandeling gehad om de leukemie onder controle te krijgen. Dan komt die stamceltransplantatie er nog achteraan. Succes is niet gegarandeerd in ons vak. Mensen zien ook mensen waarbij ze op de afdeling hebben gelegen die het niet redden. Dus dit heeft veel impact op mensen. Deze hele complexe gebeurtenissen. Uiteindelijk wat we proberen is een levensbedreigende ziekte, zoals bijvoorbeeld de AML van de patiënt waarmee we zijn begonnen. Die proberen we om te zetten in een soort chronische ziekte, een soort chronische graft-versus-host-ziekte. De patiënt moet hier goed mee kunnen leven, goede kwaliteit van leven hebben. En de kans dat de ziekte dan terugkomt is heel klein. En hierbij zou ik het willen laten.